zou me eigenlijk zo nagemaakt voelen als ik nu in één keer leuk met haar aan tafel zou moeten gaan zitten. Als ik al naar de andere kant van de wereld zou verhuizen, zou zij echt de laatste zijn die ik ooit zou missen. Wat is er nou precies gebeurd? Nou ja, ze hebben een ruzie gekregen om iets dierbaars. Letterlijk, dier. En mijn tante en haar man die zijn op vakantie gegaan. En de honden waren dus bij mijn moeder. Ze gingen even een drankje doen op het strand. En toen kwam er een hond met een stukje of een plukje van een andere hond aan. En blijkbaar was er dus een hond overleden. Maar wacht even. Jouw moeder paste op de hond van je tante? Klopt. En de hond van je tante heeft toen een andere hond gepakt? Nou ja, welke hond het is, weten ze niet. Maar een van de twee honden heeft dus de bijt gemaakt. Mm-hmm. Dat het dus fataal was. Snap jij iets van die ruzie? Ik denk dat ze gewoon zo koppig zijn. Ja, denken ze allebei, ik ga niet de eerste stap zetten. En dat is denk ik gewoon echt... dat het nu het probleem is dat ik... jou heb geroepen. Nou, eerst maar eens naar de moeder van Robin, dat is Karin. En ze schijnen een paar angstaanjagende honden te hebben. Dus ik bereid me op alles voor. Goedendag. Nou, zo. Is de hond weg? Mijn man is even lopen met de honden. Ach, wat een feest. Wat een feest. Hi. Hoi. Ik ben Bert. Ja. Zat je op iets te wachten? Nou, ik zou eigenlijk met mijn dochter weggaan. Juist, en daar kom ik dan voor in de plaats. Oké. Okay. Ik heb iets in mijn hand, dat wil ik je geven. Ja. En er zit een kleine uitleg bij. Ja. Kan dat binnen of doen we dat buiten? Nou, ik zit echt midden in een verbouwing. Daar kijk ik dwars doorheen. Ja, maar ik denk dat het er niet erg leuk uitziet. Dan gaan we een leuk plekje zoeken. Wat vonden we? Vier. Hoeveel? Vier. Ja. Schatjes. Nou, twee Jack Russells. Ja. Een pitbull. Ja. En een Old English Bulldog. Ik ben er nu al gek op. Ik ook. Nou, de sfeer lijkt nog goed, maar Karin belt meteen haar man. Loopt hij altijd lang met die honden? Nou, wij lopen ongeveer 2 uur per dag, dus misschien is hij net eventjes weg, ja. En komt hij pas over 2 uur terug? Hoe lang ben je lopen? Ja? Ja? Meen je niet? Oké, maar goed. Oké, nou, dus ik kan de deur open doen? Oké, is goed. Doei, doei. En? Hij is voor de deur. Oké, maar schrikt hij nu? Omdat je belt. Nou, dat denk ik wel. Okay. Ik denk niet dat hij het echt leuk vindt. Zo, hallo zeg. Hoi. Hallo. Hallo beestjes. Zo, hi. Wat is dit? Bert. Ja. Ik ben helemaal niet zo van de kamer eigenlijk. Nou, houd het kort. Okay. Het grote familie neemt memory spel. Mag er 2 kiezen. En dan is het natuurlijk meteen helemaal duidelijk waarvoor ik hier ben. Is dat uit 1 serie? Ja? Mag je er nog 1? Je hebt gewonnen. Ja. Ja. Nou, ik neem aan dus dat het gaat over mijn zus en over mij. Met een ruzie over honden. Ja. Tenminste, daar is het mee gestart. Ja. En uiteindelijk is het op allemaal dingen geduid. Waarvan ik eigenlijk achteraf denk van nu goed, weet je, waar heb je het over? Mm-hmm. En ik wil er niet aan meedoen. En hoef ook echt, ik wil daar verder ook niet meer over nadenken of nee. over doen. Of nee. Nee. Leg me zij het alleen is gewoon 9 jaar geleden is zij uit mijn leven gegaan. En wat mij betreft plak ik daar gewoon nog 80 jaar achteraan. Ik hoef er echt nooit meer te zien. Zo. Wow. Ja. Dat is echt heel resoluut. Ja, maar ik ben ook echt heel resoluut. Dan maakt je dochter dus een enorme inschattingsfout. Ja. Misschien word ik wel gezien. Het zal toch niet zo zijn dat ze er wel is, maar de deur gewoon niet open doet. Nogmaals goed checken. Maar hier lijkt het niet te lukken. Hoogste tijd om na te denken over plan B. Dat incident met die honden, heeft dat echt de breuk veroorzaakt? Nou ja, dat is één van de dingen. Weet je, er zal vast wel meer gebeurd zijn. Het is de bekende druppel geweest, zeg maar. Nee, ik denk de eerste aansluit eigenlijk ervan. Daar begon het mee? Ja. Maar daarna zijn er nog een paar dingen gebeurd, bedoel je, die het erger gemaakt hebben? Ja. Zij bestaat niet meer voor me. Nee, echt niet. Dat kan dus? Ja. Ja? Ja, ook bij 1 eigen tweelingen. Nee, ik zou me eigenlijk zo nagemaakt voelen als ik nu in één keer leuk met haar aan tafel zou moeten gaan zitten. Ja. En dan zo met een glas wijn zo klinkt, goh, wat vind ik het leuk dat ik jou zie. Nee. Maar als ik al naar de andere kant van de wereld zou verhuizen, zou zij echt de laatste zijn die ik ooit zou missen. Nee. Weet je, ik heb er zoveel tranen over gelaten en die tranen zijn bij mij helemaal compleet opgedroogd. Dus je hebt er daar de eerste tijd er wel verdriet van gehad? Zo, tuurlijk. Ik ben 2 keer overspannen van geweest. Karin is dus zeer resoluut en het heeft haar een hoop verdriet bezorgd.
Ik word wel steeds nieuwsgieriger naar het verhaal van zus Mirjam. Die was eerder die dag niet thuis. Maar intussen heb ik een tip gekregen waar ze wel zou moeten zijn. Nou, Mirjam schijnt hier op de sportschool te zijn. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar ja, als het een eenjarige tweeling is, zou ik haar toch wel herkennen, denk ik. Wanneer ik bij de sportschool binnenkom, blijkt dat Mirjam op zich wel bereid is om me uitleg te geven. Maar de camera mag uiteindelijk niet mee naar binnen. Ook zij geeft aan niet enthousiast te zijn voor een hereniging met haar zus Karin. Ja, had je toch vroeger nooit kunnen denken dat het zo zou worden, of wel? Nee, tuurlijk niet. Nee, wij waren echt twee handen op één buik. Nee, en gaat dat dan nooit meer door je gedachten? Hoe kan het dat het zo gelopen is? Ik heb het compleet geblokt. Gewoon omdat ik daar zoveel verdriet van heb gehad. En wat ik al zei, weet je, ik ben twee keer overspannen ben ik daarvan geweest. Ja. En nou, laat ik zeggen dat de kans dat het goed zou kunnen komen is denk ik ongeveer 1%. Dus... Ja, daar ben ik al heel blij mee. Oké. Je zegt niet 0%. Ja. Er is een heel klein beetje ruimte. En er is iemand, je eigen dochter, die hoopt op een miracle. Ja, en ik vrees echt dat ze echt de klep op de neus gaat krijgen. Ik leg hem bij je neer. Prima. Jij gaat erover nadenken? Ja hoor. Je komt alleen, je komt met partner, je komt met of zonder honden. Dat is allemaal aan jullie. Oké. Iedereen is welkom. Oké, is goed. Ja, oké. Dankjewel. Ja, nou, dat was eigenlijk een beetje zoals verwacht. Mirjam zit er absoluut niet op te wachten. Heeft het cadeautje niet aangenomen. Er zit daar heel veel dwars. Echt heel veel. En toch, maar dat is echt een heel dun klein sprankje hoop, gaat ze erover nadenken. Maar heel veel hoop heb ik niet. Nou, Robin, hoe is het met jouw zenuwen op dit moment? Ja, ze zijn erg hoog. Ja? Even terug naar het moment dat je zei de inschatting over jouw moeder. Wat denk je ook alweer? Ja, het is toch altijd wel een twijfel. Hoe meer je naar de moment toe gaat, dat je toch wel een beetje terughoudend denkt. Ja, nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Niet onterecht. Ja. Ik heb met haar gepraat. Ja. Pik één zinnetje uit dat gesprek. Ja. Zij zei op een gegeven moment, ik ben er voor 99% ben ik er klaar mee. Ja. Ja, nou, jij gebruikte zelf vanmorgen het woord miracle, wonder. Ja, een wonder moet echt. Laten we hopen op het eerste wonder, want de eerste limo is langs geweest bij je moeder. Oké. Ja, ze gaan zien wat zij doet. Ja. Hey, Roodje. Hallo. Hallo, lieverd. Ja, schatkoud van je. Wow, Karin en René. Ja. Ga even naast je dochter staan als je wil. Ik ben super blij dat jullie allebei zijn. Alleen al voor jou. Ja. Maar ja, we zijn op de helft, hè? Want de auto gaat nog een keer weg. En je kent je zus heel goed. Mm-hmm. Wat is jouw inschatting? Wat gaat je zus doen? Ik denk dat ze het niet doet. Jouw verwachting is niet heel... Nee. Ik denk dat het ook niet verwacht is. Ja. Dat is ook waar. Ja. Dus uit jouw keuze putten wij weer een beetje moed. Maar laten we gewoon eerlijk zijn, het kan absoluut twee kanten op. Ja. Ik breng jullie binnen. Oké, prima. Cool. Hoe is het binnen? Heel gezellig. Ja? Leuk sfeer. Gezellig zelfs. Nou, ik denk niet dat je moet onderschatten de stap die je moeder gezet heeft, hoor. Nee, ja. Als ik het zo net aanhoorde, dat 99 of 1. Dus, ja, absoluut. Maar dan nu jouw tante. Ja. Mirjam, ik hoop dat ze dezelfde keuze maakt als jouw moeder. Ik hoop het ook. In dat opzicht hoop ik dat het één eigen tweelingen zijn die een beetje dezelfde beslissingen nemen. Ja. Maar ik hou mijn hart vast. Ik ook. Ja, dat doen we allebei dus. Ja. Totdat we het zeker weten. Ja. En er komt de limousine aan. Oké. Zoals al verwacht. Helaas. Ze hebben dus blijkbaar een keuze gemaakt. Klopt. In ieder geval om dit vandaag niet te willen. Ja, helaas. Ja, je was er bang voor. Zeker. Maar uiteindelijk had je dit verwacht. Ja. Ja? Zeker, ja. Maar je doet het niet voor niks. Nee, ja, het was toch nog een kleine kans. Ja, ik dacht misschien ben ik er toch nog wel waard, maar blijkbaar niet. Nee. We gaan het je moeder vertellen. Ja. Ik neem je mee naar binnen. Oké. Okay. We hadden eigenlijk niet anders verwacht, schat. Weet je wat het is, lieverd? Wij hebben laten zien dat wij allemaal wel willen en dat zij niet wil. Hè? Lastig. Nou ja, je had natuurlijk wel een soort van kans, maar... Oh, maar je hebt toch je best gedaan, lieverd? Ja, het is gewoon een super teleurstelling. Want je doet dit niet voor niks. Klopt.
Zoveelste teleurstelling al. Ja. Ja. Ik ga je toch iets vragen. Ik weet dat jouw zus en jouw tante dat ze kijkt. Wil je nou gewoon even vanuit je hart even gewoon in die kamer zeggen? Wat wil je tegen je tante zeggen? Toen je moeder werd, wie stond er aan je bed? Dat was ik, een kleine meisje. Waar ben je nu? Je bent er niet. Ik had heel veel hoop gehad dat je er wel was. Maar helaas...